Het proces tot het veilige nieuwe normaal is ingezet. Hiervoor heeft de regering een aantal protocollen ontwikkeld waarmee de commerciële bedrijven hun deuren wederom kunnen openen. Dit haalde president Chan Sant-Okyi afgelopen zondag aan in een televisietoespraak. Hij zei dat de protocollen afgestemd zijn op de huidige realiteit en in goed overleg zullen worden geïmplementeerd. Zo kunnen bijvoorbeeld restaurants die een terras hebben weer gasten ontvangen. Verder zijn met de volgende sectoren en bedrijfstakken concrete afspraken gemaakt. Recreatieoorden, casino's, gok- en vermakelijkheidsgelegenheden, kansspelkantoren, sportscholen, yoga-dansscholen, aerobics, zumba, sport- en fitnesscenter of gelegenheden, contactberoepen zoals binnen de fysiotherapeuten, kapsalons, kappers en barbershops en markten. Ook hier geldt de strikte naleving van de voorschriften. Ze zullen uitsluitend onder de geldende voorschriften in de protocollen diensten verlenen. Beste landgenoten, we gaan het virus alleen kunnen overwinnen wanneer we ons houden aan de verplichte maatregelen. En ik herhaal, wanneer we op elkaar letten. Vrijheid komt met verantwoordelijkheid. De weg naar normalisatie komt alleen als u zich houdt aan de regels en voorschriften. Verder haalde Sant-Okyi aan dat de geïmplementeerde protocollen strak gemonitord en gecontroleerd zullen worden. Aan het eind van de week zal er een evaluatie volgen en waar nodig zullen er aanpassingen komen. De president geeft aan welke de protocollen zijn. 1. Protocol voor onderwijs. 2. Protocol voor de transportsector. 3. Protocol voor winkels en kleine supermarkten. 4. Protocol voor casino's. 5. Protocol voor gok- en vermakelijkheidsgelegenheden. 6. Protocol voor kansspelkantoren. 7. Protocol voor restaurants en commerciële eetgelegenheden. 8. Protocol voor sportscholen, yoga, dansscholen, aerobics, zumba, sport- en fitnesscentra of gelegenheden. 9. Protocol voor recreatieoorden. 10. Protocol voor contactberoepen zoals binnen de fysiotherapeuten, kapsalons, kappers en barbershops. 11. Protocol voor markten. Dames en heren, we willen allen terug naar het leven dat we kenden. We willen allen normalisering. Helaas kan dat niet zonder condities. Dat was de president van de Republiek Suriname, Chan Sant-Okyi. Hij maakte afgelopen zondag de nieuwe maatregelen bekend. Die gelden in verband met de COVID-19-pandemie.